Het hout van het vlees. Te midden van 10.000 stukken hout zie ik beeldhouwer Ron van den Ende werken aan een basrelief. Ik moet denken aan een monnik, gebogen over zijn werk, er bijna mee vergroeid. Soms werkt hij maanden aan een houten sculptuur. Minutieus is het woord dat je direct te binnen schiet. Maar het is te droog. Het verhult het plezier. Ik denk ook aan de Amerikaanse schrijver James Salter, die zichzelf een frotteur noemde. Iemand die ervan houdt woorden in zijn hand te houden, om ze te bekijken en te voelen, om te bedenken of het echt het beste woord is. Zo verwerkt Ron van den Ende oud hout tot kunst. Hij kijkt, meet, zaagt en veilt totdat een stukje hout exact de juiste afmeting en vorm heeft. Het moet precies passen. Het hout komt overal vandaan. Ron van den Ende is behalve kunstenaar ook een verwoed verzamelaar. In bakken liggen stukjes hout gesorteerd, op kleur. Rood, wit, donkergroen, veel grijstinten. Op andere plekken staan planken, balken en vloerdelen. Vrienden bellen me op als ze een container zien staan met hout, vertelde Ron. Dan ga ik kijken of de kleur mooi is. Dat vieze lichtgeel hoef ik niet, maar van blauw word ik heel gelukkig. Ooit kocht hij 250 antieke deuren uit Franeker, die met een vrachtauto werden afgeleverd. De deuren zitten vrijwel in heel mijn oeuvre, zegt Ron. Hetzelfde geldt voor een boerderij uit Pijnakker, waarvan hij de massieve vloer en wanden kocht. Het hout moet karakter hebben. De verflaag mag niet glimmen. Dan kan ik het net zo goed zelf schilderen, zegt de beeldhouwer. Hij zaagt het hout in planken van 3 mm dikte. Met dit fineer gaat de frotteur aan het werk. Hij houdt het in zijn handen. Hij kijkt. Hij voelt. In zijn vingers zitten altijd splinters. Ron van den Ende bevrijdt zijn beeld niet uit een blok, maar hij bouwt het op. Het relief vormt de basis waarop hij een mozaïek inlegt van talloze stukjes hout. Door het gebruik van perspectief ontstaat een fascinerend trombluie. Ontstaan auto's, scheepsrompen, ruimtecapsules, de achterkant van een pianola, een ribeye. Hij werkt op dit moment aan een maan van Jupiter. De bron is een foto van NASA. De maan is bedekt met een ijskorst die wel 100 kilometer dik is. Daaronder stromen oceanen. Het ongelooflijk koude en eenzame oppervlak is deels ingelegd. De beeldhouwer gebruikt veel wit en grijs. Het is zijn 107e basrelief. Zijn eerste platte werk maakte hij 15 jaar geleden, een Chevrolet Chevelle uit 1965. Er volgde een serie van oude Amerikaanse autoverrakken, een Dodge Charger, een Pontiac Bonneville en een verongelukte Toyota Corolla. Regelmatig krijgt Ron het verzoek een Porsche 911 te maken, maar dat weigert hij. Dan word je als ambachtsman ingezet, zegt hij. Ik blijf beeldhouwer, die vol bloed kunstwerken maakt. Maar zijn werk hoeft niet als kunst te worden gezien, om gewaardeerd te worden. Ook leken moeten het kunnen begrijpen en mooi vinden. Zijn ribeye uit 2010 hangt aan de muur van een restaurant Girano in Amsterdam Avenue in New York. Hij vertelt het met gepaste trots. Maar zijn schroom is weg als hij het over hout van het vlees vertelt. Hout van een rode vloer, waarop tapijt met tape was bevestigd. Er zat structuur op. Het had een prachtige tekening. Hij praat met liefde over het fineer dat door zijn handen gaat. Dit stukje kan 100, maar ook 200 jaar oud zijn, zegt hij. Hij bevestigt het aan de maan. Hij gebruikt de houtlijm, maar ook spijkers uit Vietnam die hij bij de praxis koopt. Ze zijn 1,5 millimeter dik en 16 millimeter lang. En er zit een bafel bovenop. Zonder spijkers wordt het teveel een plaatje. Nu zie je dat er een persoon was die het heeft gemaakt. Een beeldhouwer, een monnik, een frotteur. Ron vertelt
dat het in de winter zo koud kan worden in zijn atelier dat de houtlijm niet werkt. Hij stapt dan over op vissenlijm, die hij in een pannetje warm moet houden. Ook bij min 7 werkt hij door aan zijn sculpturen. Eén vingertopje heeft hij moeten opofferen aan zijn zaagmachine. Zijn opa was timmerman en zijn vader werkte in een timmerfabriek, waar zijn moeder schoonmaakte. Ze nam Ron vaak mee. Hij was 3 jaar oud. Zijn vroegste herinneringen bestaan uit machines, stof en de geur van zaagsel. Precies dezelfde geur ruikt hij als hij 's ochtends de deur opent van zijn werkplaats. Hij is nu een man die werkt aan de maan, waarin de deuren uit Franeker zitten en een boerderij in Pijnakker. En misschien ook een stukje jeugd, jongensdromen.